Het was op een verjaarspartijtje van mijn tante To. Ik gaf haar als verrassing maar een barbecue cadeau. Omdat ze het ding niet kende heb ik het gedemonstreerd. En haar de fijne knijpjes die ze weten moest geleerd. Toen het vuurtje eenmaal brandde werd ze laaiend enthousiast. En haalde 12 doorregen carbonade uit de kast. Ze klom op de pianokruk en riep ja volg me maar. Wie honger heeft gaat naar de tuin en maakt het zelf maar klaar. Weg met de braadpan, weg met de frituur. Van nu af gaan we allemaal terug naar de natuur. Weg met de oven, ja, badabadoe. Vlees, vlees, vlees van de barbecue. De huisvriend Koen had uit de gang een wandelstok gepikt. En deze door een mooi groot stuk gevogelte geprikt. De jarige die hem zag staan dacht bij zichzelf verhip. Er is alleen maar carbonaat, hoe komt die nou aan kip? Toen had ze plots een voorgevoel, iets dat ze vaker kreeg. En ja, het was terecht, haar papegaaienkooi was leeg. Het beest sprak 7 talen, zei ze bij de eerste traan. Maar Koen hield vol dat hij zijn bek niet open had gedaan. Met de braadpan, weg met de frituur. Van nu af gaan we allemaal terug naar de natuur. Weg met de oven, ja, badabadoe. Vlees, vlees, vlees van de barbecue. De gastvrouw vroeg maar steeds het woord met vrij onvaste stem. Ze wilde 5 minuten voor een passend requiem. Maar niemand van de gasten dacht nog langer aan het beest. En bovendien zet zoiets toch een domper op zo'n feest. Tot in de kleine uurtjes heeft dit fraaie feest geduurd. En toen pas werd het rustig in de doorgaans stille buurt. Toen samen zittend in de tuin bevrijd van het lawaai, beloofde ik me dan te toe een nieuwe papegaai. Weg met de braadpan, weg met de frituur. Van nu af gaan we allemaal terug naar de natuur. Weg met de oven, ja, badabadoe. Vlees, vlees, vlees van de barbecue.